President Desi Bouters was 2 weken terug aan het hoofd van een delegatie in West-Suriname om samen met de dorpsbesturen en de bewoners van Post Utrecht en Tapuripa tot werkbare afspraken te komen. Het staatshoofd wil namelijk dat de bewoners zelfvoorzienend worden. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de afdeling Elektrificatie van Natuurlijke Hulpbronnen en Bureau Volkscontacten. Zij waren aanwezig om waar nodig technische inzichten te geven op vraagstukken die de bewoners naar voren brachten. De kapiteins en basha's van de dorpen hadden van tevoren huiswerk gekregen om na te gaan welke sectoren aandacht behoeven in hun gebied. Met videoproducties hebben de president en zijn team de bewoners kunnen overtuigen van de voordelen die de zelfwerkzaamheidsgedachte met zich kan meebrengen voor leefgemeenschappen. De successen van Fedra, Victoria, Apetina en Bernadorp, waar onder andere aan landbouw en veeteelt wordt gedaan, zijn vertoond. De bewoners hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om hun problemen op het bord van de president te leggen. Onderwijs, landbouw, de gezondheidszorg, toerisme en cultuur zijn de belangrijke sectoren waar de bewoners verandering willen. President Bouterse vroeg ze om het nodige geduld te betrachten. Een van de bewoners zwaaide het staatshoofd lof toe voor het feit dat hij ondanks zijn drukschema tijd heeft ingeruimd om met hen te praten.